Oh mijn god, jongens, ik ga nu iets heel spannends doen. Ik moet gewoon bijna huilen. You just give me a... Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik heb net lekker gesport, gedoucht, klaargemaakt. En ik ga nu gezellig lunchen met Merel en Cecile. Helemaal gezellig. We gaan bij Soho lunchen. Superleuk. Ik ga er nu vandoor. Oh mijn god, jongens, ik ga nu iets heel spannends doen. Ik ben natuurlijk bezig met mijn eigen super project. Met mijn eigen merk. En ik moet gewoon bijna huilen. Ik moet gewoon echt bijna huilen. Ik ben ook helemaal niet scherp. Ik ga nu de betaling doen. En het is echt heel veel geld. Ik ga heel veel geld hier investeren. Als ik zeg heel veel geld, dan bedoel ik echt meer geld dan ik. Maar we gaan het gewoon doen. Ik moet gewoon huilen dat ik er zo emotioneel van word. What the fuck? Ik heb dit echt om 2 weken uitgesteld omdat ik het gewoon niet durf. Maar we gaan het nu gewoon doen. Ik vind het zo eng. Oh shit, ik heb een random reader nodig. Het is veel geld, maar het is iets waar ik wel echt in geloof. En echt heel veel zin in heb. Dus we gaan het gewoon doen. Ik heb er de afgelopen maanden veel aan gewerkt. Gewoon lekker op mijn tijd, zeg maar. Ik heb er gewoon lekker de tijd voor genomen. Ik wil het allemaal niet overhaasten. Ik wil het gewoon doen. Ik wil doen dat het goed voelt. Ik wil doen dat het gewoon echt goed gaat. Ik moet het in 3 delen doen, omdat het dus zo'n groot bedrag is. Dit is zeg maar bij mijn leverancier. Dus hier ga ik dan alles inkopen. Ik heb helemaal hartkloppingen. Ik vind het zo spannend. Ik ben ook wel echt fucking trots dat ik dit gewoon in mijn eentje doe, weet je. Ik heb nog nooit zoveel geld uitgegeven. Kijk, als je een huis koopt, is het lijkt me ook heel spannend. Maar dit is gewoon net zo spannend hoor. Het geld gaat ook gewoon meteen mijn rekening af. Zo doodziek. Echt leuk dat ik dit gewoon allemaal op beeld heb staan eigenlijk. Stel je voor dat je over een paar jaar dit terugkijkt en denk je echt, hier begon het allemaal. 8 juli 2024. Nee, het begon eigenlijk begin dit jaar. Begin dit jaar ben ik er eigenlijk mee gestart. En ik heb mijn ups en mijn downs gehad. Ik zit nu helemaal in een up. En ik heb er helemaal zin in. Nou jongens, mijn tv-meubel staat. Ik ben er zo blij mee. Echt niet normaal. Zoveel beter. Dus yay, love my life. Ik heb net even boodschappen gedaan. Ik ga even laten zien wat ik heb gehaald. Dinner. Ik ga even lekker een pastaatje maken met veel groenten. Ik heb tomaat, spinazie, tomatenpassata, een courgette. Niet allemaal gebruik hoor. En vega gehakt, want veel goedkoper. Dit was 1,70 euro. En dat kan ik voor mijn gevoel langer bewaren als echt rauw vlees. Normale gehakt was 4 euro zo. Ja, het is eten. Ik moet gewoon iets van een bite. Ik hou ook meer van gehakt, maar ik vind het ook helemaal niet erg om af en toe vega te eten hoor. Dat boeit mij echt niet. Dus ik ga even lekker koken. Goedemorgen. Zo. Goedemorgen, maat. Het is vandaag dinsdag. Ik ga lekker sporten. Upper body is even nodig. Ik moet echt ook hardlopen vandaag. Ik ben even nog aan het wakker worden. Ik was letterlijk wakker om 7:30. Klaar wakker. Toen dacht ik, ik kan nog heel even een 30 minuten slapen. Vervolgens val ik weer in slaap. Word ik wakker. Dood. Ik had beter gewoon 7:30 eruit gekund. Toen ben ik fucking moe. En ben ik uitstond 7:45 pas mijn bed uit. Kut. Nou, ik ben lekker aan het gymmen met Sissy. Zijn weer pull-ups? Ja, we gaan het vastleggen. Ik weet echt niet hoe. Ja hoor, makkelijk. Oh, hij is helemaal niet scherp. Oh mijn god, ik heb echt een fucking lekkere, denk ik. Breakfast burrito gemaakt met ei. Let's try it out. Dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Hoe kan dit zo lekker zijn? Ik hou echt van wrapped burrito, als wat er blijkt. Er zit coral wrap, zuivelspread light, pompoenfilet, tomaat en dan heb ik een eitje met vega gehakt, wat gekruid is, geroerbakt. En kaas, 30 plus kaas. En dan even gebakken in de pan. Ik ga lekker opeten. Ik ben lekker TikToks aan het opnemen en aan het editen. Oh. Ik heb even een little house reorganization gedaan. Kijk. Ik heb nu zo die lamp hier en die plant is hier. Dat vind ik echt heel leuk. Maak die hoek even wat minder. Ik moet daarboven nog schilderijtjes gaan doen of iets leuks. En ik wil hier nog grotere schilderijen of posters. En dan in dit hoekje komt dus nog een lamp die ik vanmiddag ga ophalen. Ik krijg er heel veel zin in om die lamp te hebben. En dit is nog steeds een rommelkast. Ik weet gewoon even niet wat ik hiermee wil doen. Ik wil hier eigenlijk gewoon een deur voor. Dat lijkt me echt geweldig. En hier hebben we altijd nog de mirror.
Maar ik ga even een matchaatje maken. Want ik heb weer een nieuwe matcha. Van Joshua Matcha. En we love Joshua Matcha. Kijk. Ik heb dus ook matcha baking matcha. Dus met deze matcha kan je bakken. Ik weet niet wat het verschil is. Maar super cool. Maar we gaan nu even voor de echte matcha. En ik ga lekker een ijsmatcha maken. Ik ga jullie laten zien hoe je echt de allerlekkerste matcha maakt. Dus we hebben hier de matcha bowl met een beetje warm water. Dan heb ik Joyce matcha dus. En zo'n cute scoop. Ik hou wel van een lekkere sterke matcha. Dus ik doe ongeveer 2 scoops. Zoiets. Is dat... Nou, we doen het gewoon. Zit er nu al in. Dan maken we de whisk een beetje warm. Dan gaan we het goed whisken. Het beste is dus om zo zigzag bewegingen te maken. Dat het ook een beetje een schuimlaagje krijgt. En je wil gewoon echt geen klontjes. Want klontjes maken het vies en bitter. Maar als je matcha hebt dat naar gras smaakt of niet een felgroene kleur is, dan heb je gewoon geen goede matcha. Dan heb je gewoon echt geen goede matcha. Dan hier dus je whisk op zetten dat hij dus weer goed droogt. Dan pakken we een glas. Ijsklontje erin. Ik gebruik kokosmelk, maar elke soort melk gebruiken die je wil. En dan doen we dus de matcha erin. Yummy, yummy, yummy. En dan doe ik persoonlijk, ik hou van een wat zoetere matcha, maar je kan het natuurlijk ook gewoon zo drinken. Ik doe er coconut flavor drops in van mijn protein en doe ik gewoon echt maar 2. En het geeft net even een zoetig kokossmaakje. En dan gaan we het natuurlijk roeren. Hij is lekker groen en fel van kleur. Dan is hij heerlijk. Ja, hij is echt lekker sterk. Zo lekker. Nou jongens, ik ga iets heel leuks doen. Ik ga 2 dingen ophalen van Marktplaats. Ten eerste een hele leuke vintage lamp, een Noord. En daarna zag ik dus vandaag, echt toevallig vandaag, een Nintendo Switch bij mij echt 10 minuten vandaan. En ik wil dus heel graag een Nintendo Switch samen met Stan. En ik heb hem dus maar voor 200 euro met 3 spellen erbij. Nou, niet normaal. Ik ben er echt heel blij mee. Nou guys, ik heb de lamp opgehaald. Ik ben er zo blij mee. Kijk hoe leuk die is. Ik vind het echt niet normaal. Dit is een vintage lamp en dat was maar 20 euro. Ik vind het echt geweldig. En ik heb net de Switch opgehaald. Ik heb gewoon een Nintendo Switch. Ik wilde dit al zo lang. En nu heb ik hem voor 200 euro met 3 spellen erbij. Mijn favoriete spel Mario Kart. We zijn maar door de regen. Oké, dit is dus het apparaat. De Switch. FIFA. Ze vindt het toch wel leuk. Een soort racepel en Mario Kart. En dan dus de Switch. Met een screen protector op. Dingetje dat je erin kan gamen. Een hoes. Oh. Met de dingetjes nog. De spelletjes hier. En nog een screen protector. Nou, ik ben helemaal fan. Ik ga hem even installeren. Ik weet niet wat het is, maar ik heb gewoon zoveel cravings. Dus ja, dan gaan we er maar gewoon even aan toegeven. Ik heb lekker noedels, carbonara noedels. Ik heb dit zo lang niet op. Ik denk dat, weet je wat, we gaan het gewoon lekker maken. Waarom fuck ook niet? Oh my god, late night snacky. Yummy. Oh my god, deze pan met noedels. Hou op met mij. Ik heb dit zo lang niet gemaakt, dus ik hoop dat het een beetje is gelukt. Het zal weer gloeiend heet zijn. Hij is spicy en ik heb ineens alles erin gedaan. Dat is echt heel ziek. Maar hij is wel lekker. Ik crave dit dus echt bijna nooit meer. Gewoon te vaak gegeten. Toch wel weer lekker zo'n keer zo hoor. Zo'n noedeltje. Ik eet dat gewoon lekker uit de pan. We gaan dit lekker opeten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik ben weer in de haast. Ik ben nu snel naar de tram aan het lopen. Kut, dat is het toch niet? Nee. Ik ga nu naar ijsbad met Bobo. En daarna weer personal training voor Hyrox. Helemaal leuk. Maar we moeten snel lopen. Want ik ga daarna met de auto, met Bobo. Daarom ben ik even nu met het OV erheen. Nou, de brokken ijs liggen weer klaar. En wij zijn er ook weer klaar voor. MUZIEK.
Nou jongens, we hebben gesport. Net even en lekker. Zo, en of we hebben gewoon iets van 700-800 calorieën verbrand. Dat is echt niet normaal. Wil je kleine sokken? Even kijken. Ik loop ook weer met één schoen. Ik zit weer 50. Ik heb dat ook altijd ziek en dat haak. Nou, heel hard gesport. Daarna hebben we hier lekker gegeten. Ja, we zijn natuurlijk lekker in een ijsbad geweest. En we gaan nu voetbal kijken. Of ik had spannend. Bo, gewoon halve finale. Wij gaan zo en zo winnen. Nou, we gaan gewoon winnen, bitches. Sowieso. We gaan lekker de stad in. Fucking leuk nu. Halve finale. Dus, nou, joejoe. Nou jongens, we zitten een raar beeld bij. Ik ben helemaal geel, groen en blauw. Ben ik ook in het echt ook? Nee? Nou, wat is dit nou weer? Jongens, we zitten. Nou, er zit een soort rare kleur overheen. Dat is niet goed hoor. Ik ben met Ameetje. Long time no see. En we zitten lekker in de. In de starthouding voor de wedstrijd. Ja, ze is niet normaal. We staan nu al binnen 7 minuten 1-0. Dat is niet normaal. Jongens, het gaat helemaal niet goed. We staan nog steeds 1-1. We moeten nog 20 minuten. Doe dat? Gaat gelijk op. Gaat gelijk op. Ja, als we nu niet winnen. Ik heb me klaar. Goedemorgen allemaal. Oh mijn god, wat een ochtend. We gingen met de personal trainer een rondje lopen in het Vondelpark, 5 kilometer. Eerst 1,5 kilometer warming up, dus in totaal eigenlijk 6,5 kilometer gerend. Ging echt heel goed, by the way. Ik heb mijn snelste tijd gehaald, 26,5 minuut. En normaal deed ik er echt 29-30 minuten over. Dus ik kan eigenlijk veel meer dan dat ik ren. En dat wilde hij mij ook laten zien. Want als ik op de loopband sta, zegt hij, je kan veel harder dan dat je eigenlijk rent. Dus het was heel leuk. Daarna even met Bo naar Joe & Juice gegaan. Ik ga nu even lekker douchen. Ik ben een dikke, vette proteïne tossie aan het bouwen. Er zit light sambal smeerkaas op. Een heel klein beetje light 30 plus kaas. En een blik tonijn, wat ik met een heel klein beetje frietlijn, ketchup en een rood uitje heb gemengd. Peper en zout natuurlijk, een beetje tabasco. Dan heb je eigenlijk een soort low fat, low calorie. Nou, niet eens per se heel low calorie, maar gewoon er zit iets van 35 gram of 40 gram proteïne in. In deze tosti, I love it. Ik heb gewoon honger na te rennen, dus het was echt een topochtend. Gisteravond was het trouwens ook heel gezellig, dus daar heb ik helemaal niet meer. Ja, het gaat helemaal goed met de Hyrox. Ik heb er echt helemaal zin in. Oh ja, ik heb nieuwe shoes gekocht. Renschoenen, want Bo en ik willen eigenlijk dezelfde voor Hyrox. Maar we zijn even naar Essex gegaan. En daar kon je dus een rentest doen. En dan gaan ze je filmen. En dan zien ze precies hoe je voeten dus lopen. En ik heb dus iets meer stabiliteit nodig. En Bo ook. Dus ik heb weer even nieuwe schoenen gekocht. Ook in een maatje of een halve maat groter. Want dat schijnt dus beter te zijn voor het hardlopen. Ze zijn gewoon zwart. Heel mooi. Leuke running shoe. Dus ik ben heel benieuwd of me dit ook gaat helpen met het rennen. Hey, bolé! Jongens, is er juist zoiets leuks gebeurd. Er is niemand op deze wereld als waar ik zoveel fan of zo een fucking legend, een idol, een queen vind als dat Monica Geuze is. Ik volg haar letterlijk al sinds het begin. Zij is echt gewoon een fucking queen. En zij heeft de laatste tijd, zag ik al, dat ze 2 TikToks van mij had gelijk. Dus ik dacht, nou wat leuk. Nu heeft ze me gewoon gevolgd en heeft ze een TikTok gemaakt van mijn recept. En heeft ze me gewoon getagd. Hoe fucking leuk. Kijk dan, ze heeft die krap TikTok gemaakt en me hier getagd. Nou, ik heb een heel leuk pakket van Naked gekregen. Dus ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal heb. Want het zijn echt heel veel leuke dingen. Dit is een betaalde samenwerking met Naked. Ik heb echt weer super leuke items van hun ontvangen. Ik ben heel excited. Ik heb er een kortingscode natuurlijk. Dit is Sarah V. En er geldt nu echt super veel korting. Er lopen kortingen op tot wel 70% korting over de gehele website. En met mijn kortingscode Sarah V krijg je hier nog eens extra 10% korting bovenop. Dus ja, jongens, als je daar niet gebruik van maakt, weet ik het ook niet meer. Ze hebben echt heel veel leuke dingen, dus ik ga ze je even laten zien. Zoals jullie weten ben ik echt mega fan van Naked. En ik ga jullie even een mini shoplog geven. Dit is het eerste outfitje. Kijk hoe leuk. Ik ben de laatste tijd helemaal into het blauw. En deze blauwe blouse heb ik zo vaak aan. En dit is echt de perfecte blauwe blouse. En deze kreuken dus ook niet heel snel van Naked. Ik heb deze in maat 36. Dan heb ik deze
in maat S en dit broekje in maat 38. Die lekker een beetje oversized zit. One of my favorite fits for the summer. Dit is ook een linnen broekje. Top, kun je met alles combineren. Dan echt deze geweldige top. Sorry, maar hoe leuk is deze? Ik vind deze zo leuk. Ja, ik vind het echt een geweldige top. Ik heb hem in maat S. Ja, ik ben hier gewoon verliefd op dit soort parels. Dit vind ik zo leuk. Hoe leuk voor een event of zo. Oké, dan heb ik deze top. Alleen weet ik er even niet zo goed wat ik ermee moet. Want hij zou zeg maar best wel een soort zwierig zijn. Ja, het heeft wel gewoon een mooie hals. Maar het is een beetje... Ja, de pasvorm is een beetje... Mwah, gewoon een soort net niet of zo. Het broekje vind ik wel echt heel leuk. Die heb ik dus nu in maat 36. Ik dacht zelfs van allebei, en eigenlijk past ook gewoon allebei goed. Zeg maar net iets minder oversized, maar wel gewoon nog steeds heel leuk eigenlijk. Ja, daar ben ik wel echt heel blij mee. Dan heb ik dit leuke shirt erop. Ja, dit vind ik wel echt een stuk leuker. Ja, dit shirt vind ik echt heel leuk. Zo'n V-hals. Ik heb hem zo een beetje in mijn BH gedaan. En gewoon zo'n basic shirt dat je echt altijd kan dragen. Heb ik ook in maat S. Dus dit vind ik echt wel een heel leuk setje eigenlijk. Zo blij mee. Oké, ik heb nu deze prachtige jurk aan. Echt mooi, hele mooie V-hals. Leuk in het rood zo. Hij schijnt wel een beetje door volgens mij. En dan heeft het dus ook nog rood hangen. Ja, ik vind hem echt heel mooi. Hij zit ook echt heel mooi. Echt een hele mooie jurk. Het moet nu even zomer worden, maar ik dacht ik ga gewoon een beetje zomerkleding shoppen om zeg maar de zomer af te dwingen. Want ik ben er echt helemaal klaar mee. Ik heb deze in maat S ook, maat 36. Dan heb ik nog een hele mooie jurk. Dit is ook weer een hele lange jurk. En deze jurk voelt letterlijk zo lekker zacht. Het voelt letterlijk alsof ik niks aan heb. Het is echt een soort second skin. Hij is ook echt mooi lang, dus dat is wel leuk. Het zit gewoon echt goed. Super mooi kleurtje ook. Wel leuk voor de zomer die er niet is. Dan heb ik ook echt nog deze super leuke blazer. Ja, ik weet even niet waar ik hem precies op moet doen. Maar deze heeft dus helemaal zo van die cute rafeltjes. Ik heb deze in maat 36, dus altijd goed. En ja, dat is gewoon een leuke linnen beige. Hey, ik kom een pakketje afgeven. Dat staat aan voor de hoek, maar oh. Ik heb mijn ID nodig. Shit, awkward, awkward, awkward. Oh, dat was zo awkward. Ik wel. Ik voel me ook leuk met deze jurk. Hij denkt, ik weet niet waar mij is, maar het is buiten aan het regenen. Oké, dan de volgende outfit. Dit is denk ik echt letterlijk een van mijn favoriete outfits. In ieder geval, dit is helemaal mijn stijl. Hier hou ik zo erg van. Dit is een mooie zwarte klassieke top, of witte top. En dan deze zwarte pantalon. Ik had dus nog niet een mooie, goede zwarte pantalon, alleen een low waist. Maar dit is echt een mooie, zakelijke high waist. Zwarte pantalon. Staat ook echt super leuk samen. Hier ben ik echt helemaal echt van. Jasje bij. Echt een heel schattig vestje. Ja, hoe schattig is dit vestje? Cute vestje erop. Maar ik zou denk eerder op een witte low waist of een spijkerbroek. Niet op deze hele hoge high-waist zwarte broek. Maar wel echt heel leuk. En deze heb ik ook in maat S. Broek heb ik in maat 36 en deze top heb ik ook in maat S. Oké, en dan echt mijn favoriete shirtje op deze hele aardbol. Dat zijn deze shirtjes. Ze hebben dus zo'n bootnek. Hij is maat XS. Hij past helemaal perfect. Sluit helemaal perfect aan. Dit is echt mijn favoriete shirt op de wereld. Ik heb deze in het zwart, in het grijs en in het wit. En ik heb het zo vaak aan. Je kan het gewoon als basic gebruiken. Maar nu leuk ook in een blauw op een spijkerbroek. Fucking leuk. Nou, precies hetzelfde. Zo leuk. Het zit zo chill. Dit waren dan alweer alle items. Ik hoop dat je ze ineens leuk vond als ik. Ik zal natuurlijk alle linkjes in de beschrijving zetten. En vergeet zeker niet mijn kortingscode te gebruiken. Sla hem op, stuur hem door. Want ik kan nu gewoon echt met heel veel korting kopen. Dus dat is super chill. Dus girls, check it out. Hij ziet Peter meteen al zitten daar. Peter, kom even een beetje hierheen. Hij ziet jou meteen aankomen. Ik heb ook daar, hè, met de telefoon. We gaan hem nu verwachten. Valt niet op of zo. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. Ik ben er. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag 13 juli.
En ik sta hierbij boven voor de deur om Bo op te halen en straks Isabel. We gaan ook voor Isabel de verjaardag uit eten of naar lunchen. En daarna gaan we naar Joy, naar een festival. Super leuk. Heel veel zin in. Ik ga nu de girls ophalen. Gaan we lekker naar Amsterdam. Gaan we daar klaarmaken. En ja, dan helemaal leuke dag. Nou, we zijn lekker met de girlies. Lies. Lisa. Ik was echt aan het dagdroom. Ik was gewoon de Isha aan het kijken. De lunchkaart. Wij kunnen voor alle kaartjes. Dat is jouw ding. Isabel neemt. Is jouw dag. Ik ga je. Isabel de verjaardag. Isabel de dag. Die neemt het over. Tabasco voor spice. Ja, Tabasco vinden we lekker. Ja, dat vinden we lekker. Niet te veel, maar. Nou, kom wel wat in, joh. Huppa, drup, drup. Gooi maar vol. Worstjes. Lekker, man. Hoppa. Ja. Maakt niet uit. Best het voor. De rest erin gooien. Wat gaan we daar maar in? Ja. Kappertjes, wat is het allemaal? Uitje, wat nog meer? Een lekker uitje, kappertjes, augurk en bieslook die op het eind. Dan gaan we lekker weg. Vond je dit altijd leuk om te doen? Ja, ik vond het zo leuk. Ik haat dit altijd. Maar ja? ik vond het wel een beetje spannend. Nou jongens, kijk dan weer wat we allemaal hebben. Oh, joh, joh, joh. Ik heb die nog nooit hierop. Wil een keer eens even waar. Bij Barça. Leuk wel, hè? Nou, lekker, Char. Zo. Insane. Oh. Zo lekker. Leuk, hè? Ja, die is lekker, ja? Hè? Deze, ja? Is echt... Limoen eroverheen doen. Ja. Wat is het? Mag ik limoen eroverheen doen of wil je dat niet? Ja hoor. Heerlijk. Hij is dus geen zo. Oh, lekker, schatjes. Helemaal te genieten. Ik hou van jullie. Miss you, love you. Ik trek hem even, die bot. Trek hem baak. Maar we hebben zo lekker gegeten eens. Ja, dat was echt heel, auw, heel lekker. Nou. Goedemorgen allemaal. Het is Sunday. Gisteren was echt fucking leuk. Het was zo'n leuk festival. Het werd zo goed gedraaid inderdaad. We gaan nu de rest slapen nog. Maar we gaan nu even wat eten, want we hebben echt honger. We zitten op het terras. Het is fucking zondag en het loopt helemaal uit de klauwen. We hebben al... 7, 8 flessen wijn nog? Nee. Jawel. Ik denk dat Bon nou, misschien nog wel meer. Ik betaal niet mee. Ik betaal wel meer. Maar je hebt 2 flessen wijn gekocht. Ja. Want Hans betaalt de schade. Ee. Dan toch gaat. Ee, mijn gieten, mijn boete, mijn kater. Ik ben zo bang voor die Marcel. Nee joh. Marcel. Als je dat nou ziet. Dat is echt... niet eens. Zo klein is het tussen mijn naam. Ik vind dit best dik. Zo klein. Hé, maar Ee, jij bent toch je wenkbrauwen laten doen? Nu heb je deze gewoon van jezelf. Hey! Ja.